ik ga Daan nu interviewen. Hij heeft een boot gebouwd. En hoe is de naam van de boot? Nee, dat zeg ik nu niet. Dat zie je zo meteen wel. En waarom hebben jullie eigenlijk een boot gemaakt? Nou, we hadden het plan al eerder om een boot te maken. En ga je nou straks zelf varen? Ja, 1:30, dan gaat hij te water. Nou, en waar denk je dat hij daarna zingt? Nee. Nou, dus heel spannend wat we straks gaan zien. Ja, oké, veel plezier vandaag. Allemaal van harte welkom op deze hele speciale gebeurtenis. Ik ben er verschrikkelijk trots op dat we dit tot stand gebracht hebben. Dat vind ik echt fantastisch. Ik wil je een heel groot compliment maken. Ik vind het heel knap wat je gedaan hebt. Ik ben ook ontzettend trots op jou. Nou, en ik vind het ook fantastisch. Ik heb heel vaak naar jullie in totaal gekeken. En het enthousiasme en de motivatie. Geweldig, ik ben hartstikke trots op. Martin, ook jij, ik heb jou ook bezig gezien met het werken aan de boot. Nou, echt ontzettend knap. Geweldig werk, leider. Dus, gefeliciteerd. Maar ook voor jou heb ik een shirt. Want ik vind het de manier waarop jij dit opgepakt hebt. Hey, ik ben ook even bij je komen praten en dan zeg je van, ik weet eigenlijk niet of het wel goed kwam. Ik weet eigenlijk niet of die wel bleef drijven. Het is natuurlijk wel ontzettend moeilijk om zo'n kajak te maken. Moet jullie maar eens kijken, hè, met dat gebogen hout en echt heel moeilijk. Dus ik ben ontzettend trots op dat je dat gedaan hebt en dat je dan ook nog zoiets moois met de leerlingen weet te maken. Fantastisch! Hartstikke bedankt. We beginnen met hij is af. We hebben net een, of eigenlijk de jongens hebben er voornamelijk aan gewerkt. 2 jaar lang. De planning was niet zo lang, ongeveer 1 jaar. Maar goed, je weet hoe het gaat bij ons op school. Er komen altijd dingen tussendoor en nou ja. Dan heb je weken dat je er wel aan werkt en heb je weer een aantal weken dat je er niet aan werkt. Maar goed, na 2 jaar is het dan eigenlijk zover dat hij het water in kan. Het heeft wat bloed, zweet en tranen gekost om af en toe de jongens toch dusdanig te blijven motiveren. Zal ik het ergens anders gaan staan? Om te blijven te motiveren dat ze ook door konden zetten. Want het is natuurlijk best heel veel werk. Alles is... Nou, eigenlijk zeg maar uit hele kleine delen opgebouwd. Het hout is heel dun, 8 mm dik. En het is ongeveer 19 mm breed. En dan moet je maar lijmen. Al die latjes op elkaar lijmen. Tot je dus uiteindelijk de vorm van die boot krijgt. Nou, dat vergt geduld, precisie. En ik vind dat ze dat geweldig opgepikt hebben. Ze zijn ermee doorgegaan, ook al zat het soms een beetje tegen. Het resultaat is er dan ook naar. Ik vind dat we een mooie boot gebouwd hebben. En ik denk ook dat het een project is geweest waar jullie trots op kunnen zijn. Dat je daar aan meegewerkt hebt. Martin, ja. Emilio. Thank you.
Nou, hoe ging het? Hoe vind je het nou zelf, het varen met de boot? Nou, dat je hem gemaakt hebt en dat je nu zelf kan, of hoe vond je dat? Ja. Ik was eigenlijk heel verbaasd, zo van, niet lek, ik had gedacht misschien, dus ik denk, nou, dat hebben we toch goed gemaakt. En ook, we dachten, misschien een beetje zenuwachtig, kan het wel allemaal, gaat goed, maar het ging allemaal prima en het varen ging ook goed. Ja, we hadden al van tevoren al geprobeerd hoor, een proefvaart. Dat was het heel rustig en ontspannen en nu, oh, ging ook prima. Dus heb je allemaal goed gekeken, geen water kwam er weer doorheen, 0,0 water door de boot. Hoe je daar dan mee aan het bouwen was en ook nog wel eens een tijdje had van dat het niet leuk was en een beetje moest doorbijten en Lucas zei van even doorgaan, hoe vond je dat nou? Nou, kijk, we wisten niet hoe lang het duurde en het ging maar door en toen hebben we toch op de duur gezet, hij moet gewoon af, we moeten iedereen laten zien dat het klaar is en dat het een mooie boot is. Nou, we hadden gedacht, misschien kunnen we het niet maken, maar nee, zo maken dat kan. Ja, en ik denk, oh ja, nou, dan denk ik, eerst dacht ik van, ah, dat is makkelijk. Maar het ging ook steeds, ja, ik vond het wel mooi. Nou, veel aandacht voor van Lucas voor jullie en hartstikke bedankt eigenlijk aan Lucas dat jullie zo'n project hebben gemaakt. En nu dacht je niet dat je op het water zat, oei, dat is maar 9 mm dik die wand. Ja, oké, het is wel 9 mm, maar ik denk, dat kan niet stuk hoor, er zit epoxy omheen, dat is heel sterk. En dat is een soort glasvezel, nou, die hebben dan, ah, die is heel sterk die boot, daar was ik niet bang voor. Heb ik even nog één vraag, die mooie naam, wat betekent dat eigenlijk? Nou, dat is de Da vandaan en de MA is Maarten en mijn naam is Regilio en dat is de naam T6 en het jaar. Nou, bedankt, mooie naam en ook ik voel die boot. Ik dacht van tevoren al 100%, ik weet dat het goed is en het is ook zo geworden. Nou, veel geluk met je eigen, verder met je toekomst. En misschien ga je ooit nog eens een boot bouwen. Dat is de docent van Gio School, leraar bouwtechniek. En hij heeft de drie jongens begeleid bij het maken van de boot. Maar hoe heb je daar van tevoren, hoe heb je er wel over nagedacht? Zo van, wow, dove mensen kunnen dat ook. Of heb je getwijfeld? Of hoe heb je dat eigenlijk, hoe is het project ontstaan? Hoe kom je eigenlijk erbij om een boot te maken? Nou, het was van mij altijd al een beetje een droom. En wat ik ook laatst ook zei, want het is, ik heb er zelf ook heel veel van geleerd. En, maar ik heb nooit getwijfeld aan het kunnen van die jongens, of ze nou dood zijn of niet, dat heeft daar helemaal niks mee te maken. Het zijn gewoon een aantal jongens die een vak willen leren. En dat probeer ik ze te doen. En hier zitten best heel veel technieken in om een goede houtbewerker te worden. Leuk dat jullie gekomen zijn. Ja, hoor. Ja, ik ben er.